Mijn naam is Jeroen Voice. Ik ben meewerkend teamleider van de vakgroep Fysiotherapie en Bewegingsalgologie. En ik werk ook nog zelf als fysiotherapeut mee op de afdeling Acute PG in Lavelas. Ik ben Sander Kraan, ik ben fysiotherapeut bij Envida. En ik ben projectleider van de pilot van de Smartfloor hier op de Acute PG van Envida. Nou, de Smartfloor is een slimme vloer die gelegd wordt onder de vloer die op de afdeling ligt. En door middel van een sensor die wij omdoen bij de bewoners, kunnen we zo het valrisico in kaart brengen als de bewoners over de vloer lopen. En hoeven we dus eigenlijk geen apart meetmoment meer te doen met de bewoner zelf. De meerwaarde van de smartphone voor de bewoner is dat ze het vaak niet eens in de gaten hebben dat ze de sensor om hebben. Hier lopen ze over de slimme vloer, de smartfloor, en krijgen wij toch op afstand data die we nodig hebben. En voor ons als fysiotherapeuten is het ook minder belastend, want ons fysiotherapeutisch assessment wordt hierdoor verkort en hoeven wij minder belastende meetinstrumenten bij de bewoner af te nemen. Nou, de smartphone is eigenlijk voor iedereen waarbij het valrisico mogelijk verhoogd kan zijn. Dus eigenlijk iedere oudere in de omgeving zou gebruik kunnen maken van de smartphone. Hier op de Acute PG hebben we speciaal gekozen voor een doelgroep waarbij cognitieve problemen spelen en die opgenomen worden in een acute crisissituatie. Familieleden zijn natuurlijk hartstikke blij als wij een goede uitspraak kunnen doen over het valrisico van de bewoners. En voor ons werkt het ook heel prettig, want de bewoners hebben geen weerstand tegen de sensor zelf. En zo kunnen wij makkelijk ons meetinstrument afnemen. We zijn de pilot in november gestart. Hij heeft 3 maanden gelopen tot en met eind maart. Dus hij is nu afgerond. En uit onze pilot blijkt dat het assessment middels de smartfloor hier op de Acute PG nauwkeuriger lijkt, gebruiksvriendelijker is voor de eindgebruikers, wij als fysiotherapeuten, en minder belastend is voor de bewoner. Dus dat zijn de uitkomsten die nu uit de pilot zijn gekomen. Envida is de eerste organisatie die de smartfloor in bezit heeft. Er zijn nog geen enkele organisaties in Zuid-Limburg die de smartfloor hebben. Dus wij zijn een van de eerste grondleggers van de smartfloor binnen Zuid-Limburg. Nou ja, uit de pilot zijn natuurlijk een aantal aanbevelingen vanuit onze kant gekomen. Een van die aanbevelingen was dat we de smartfloor graag op de Acute PG blijven gebruiken, omdat we echt de meerwaarde inzien van het gebruik van de smartfloor. En een andere aanbeveling vanuit onze kant was om te gaan onderzoeken of er meer mogelijkheden zijn binnen Envida om de smartfloor te gebruiken. En dan gaat het met name over een stukje acutere zorg op de Zevenbronnen of mogelijkheden in de wijk die we kunnen onderzoeken. Dus we zitten nu volop in dat traject.